Wij hebben onszelf de opdracht gegeven, ontwikkel een stuk stad. Wat heel erg past binnen de hele gedachte die toen leefde bij de gemeente Amsterdam. Om Amsterdam terug te brengen naar het IJ. Het is natuurlijk één groot masterplanproject die eigenlijk begonnen is met het oostelijk havengebied. Met de hele oostelijke handelskade, Oosterdoks Eiland. We hebben ook Westerdoks Eiland als bedrijf gemaakt. Je ziet nu de houthavens. En straks zie je ook hele haveneiland. Wat allemaal eigenlijk een soort visie is om de stad terug te brengen naar het IJ. Echt wel heel bevredigend dat je echt iets wat je begint ook op een goede manier kan afmaken. Dat is wel een van de kenmerken van BPD, het bedrijf waar ik voor werk. Die hebben een lange adem, die hebben geduld en die maken dat op een goede manier af. 3, 2, 1, yeah! Booking.com is ontstaan, eigenlijk een van de oprichters, Geert-Jan Bruinsma, een student aan de Universiteit Twente. En die is eigenlijk op een gegeven moment naar Amsterdam gekomen om de hele simpele uitdaging van vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Middels een platform om dat verder uit te bouwen. En dat is eigenlijk het begin van Booking.com. Volgens mij is hij zelf zo begonnen met de server in de hoek van de kamer. En dat is op een gegeven moment in Amsterdam groter geworden. Toen had je in Amsterdam volgens mij een aantal gebouwen in de stad waar een hele goede internetverbinding was. En zo is dat balletje gaan rollen. Zo'n groot nieuw gebouw in het centrum van de stad, dat is echt de laatste. Dit is echt een eenmalige mogelijkheid. En hierna is het ook klaar. Dit soort grote opgaves, dat kan niet ieder architectenbureau doen. Wij hebben samen met de stad, maar ook met onze klant Booking, eigenlijk een kort rijtje gemaakt van partijen waarvan wij dachten dat die het aankonden en dat die ook de klik met ons en met de stad hebben. En op basis daarvan waren wij unaniem van mening dat Ben met zijn bureau dat het beste aanvoelde. We werken natuurlijk midden in de binnenstad van Amsterdam, waar we op een hele compacte, je zou het bijna postzegel kunnen noemen, een heel divers programma moeten samenbrengen. Dat is natuurlijk voor een groot deel het kantoorprogramma voor Booking.com, een urban campus, zoals we dat gedefinieerd hebben. Maar daarnaast ook een groot woninggedeelte. In die zin is het een gemengd gebruik gebouw. Vroeger heeft hier het oude PTT-gebouw gestaan. En we hebben ook ervoor gekozen om eigenlijk als een soort na-eilend beeld het hoofdvolume van het PTT-gebouw terug te laten komen. Dus we maken het gebouw voor Booking. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste tech companies in de wereld op het ogenblik. Ze concurreren echt in de top 10. Dat is natuurlijk eervol dat ik zo'n fantastisch hoofdkantoor voor Booking mag maken. Wat doorslaggevend was bij de keuze voor deze locatie is, de locatie, is de plek. Hartje Centrum Amsterdam, bijna bovenop het Centraal Station. Bereikbaarheid is voor Booking.com een enorm belangrijk criterium. Je moet je voorstellen, vandaag de dag hebben wij meer dan 5000 medewerkers in Amsterdam. Dus wij zetten heel erg in op bereikbaarheid middels openbaar vervoer, of fiets, of tram, of lopen. Dus dat maakt deze locatie perfect. Ik werk bij Takeaway.com. Wij merken van de bouwwerkzaamheden dat het hele kantoor aardig aan het trillen is. Dus onze bureautjes, de schermen, onze glazen water gaan heen en weer. Er wordt geïnvesteerd. En ja, dat 3 jaar wat overlast geeft met heien of met zandwagens of wat er ook. En dat de straat dan nog niet is opgeknapt. Ja, dat hoort erbij. We hebben veel bezoek hier gehad op het hele eiland, waaronder een stel Chinezen. En die hebben ons vreselijk uitgelachen toen zij hoorden hoe lang wij hierover deden. En dat we ook 3 jaar over zo'n gebouw zouden doen. Want ze zeggen, dat doen wij in 1 jaar. Gelet op de Nederlandse omstandigheden, de bouwlogistiek en de randvoorwaarden is 3 jaar een hell of a job. Het idee van een campus, dat het een soort tech-campus-achtig gebouw is, dat zie je natuurlijk bij heel veel tech-bedrijven nu op het ogenblik. Hè. Dus van Facebook tot en met Google, die met dat soort campus-thema's bezig zijn, hebben wij echt in een hele compacte vorm deze locatie voor elkaar weten te krijgen. Dus dat is echt het unieke van dit idee.
Het meest bijzondere aan dit project vind ik eigenlijk de samenwerking tussen alle mensen die bij dit project betrokken zijn. En ook daar weer de enorme diversiteit van die mensen. Wij werken bijvoorbeeld aan de hele interieurkant samen met een 13-tal designers vanuit de hele wereld. Dus dat zijn mensen uit Azië, uit Japan, uit Europa. Die allemaal in datzelfde team werken aan dit project. En ja, ik denk dat... Ook heel erg reflecteert wie wij als bedrijf zijn. Hè? En ja, daarmee maakt het heel bijzonder. Topwerk. Ik ben blij dat ik mag werken in Nederland. Maar dat is die passie die je moet hebben. Gewoon doorgaan. Komt toch goed. Als het opraakt, gaan we allemaal lekker naar boven. Gaan we daar weer verder kijken wat we gaan doen. Fijne dag iedereen. En geniet van het leven. We zijn allemaal unieke partijen die elkaar ook moeten leren begrijpen. Dus als je kijkt naar BPD, die leren ons kennen als een enorm bedrijf met een enorme rijke cultuur. Wij leren een ontwikkelaar kennen van hoe werkt dat. En dat maakt zo'n project heel interessant. En datzelfde geldt voor de gemeente. Ik denk ook gezien de omvang van dit project dat we allemaal in een soort traject zijn gestapt wat zijn weerga niet kent. Dus dat maakt het dat je elkaar ook heel hard nodig hebt. Waar zijn jullie van? Bosboom. Bosboom, grond- en watertechniek. Ja, Bosboom. 24 uur bellen, stortdienst, maakt niet uit, wij komen. Wij komen altijd. Wij zorgen dat het grondwater weg wordt gepompt. En weet je wat hier gebouwd wordt? Ik heb geen idee. Geen idee. Twee garages. Ga je wel eens met hotel? Op hotel? Hotel? Ja. Nee, ga je wel eens op hotel? Op vakantie op hotel? Ja. En dan, dan boek je een hotel, of niet? Ja. En waar boek je dat bij? Trivago. Ja. En wie is die andere? Ja, dat weet ik. Hoe heet je nou? Je moet denken aan, je hebt een Hollander. Ja. En je bent zijn hoofdkantoor aan het bouwen? Hoofdkantoor. Booking.com? Oh, Booking.com. Ja. Oké. Ja. Maar ken je Booking.com? Ja, ken ik. Daar boek ik ook altijd. Ik ben heel tevreden over Booking.com. Dag! Dag, Bosman! Dag, Bosman! For building and also for partnership, you need a solid foundation. Main course of this event is that the CEO of Booking.com, Ms. Gideon Tans, and the CEO of BPD, Walter de Boer, will work on that together. As an area developer, we have been involved in the development of this Oosterdox island, the Easter Docks island, already for 20 years now. Of course, we don't fit into a few rooms anymore. But it's great to see that we're here today for the next phase of our company. Wat er echt uniek is aan dit project is dat we aan een pand werken van 75.000 vierkante meter met verschillende interior designers, met verschillende layer designers, met verschillende product designers. En dat is onwijs leuk om met hun mee te kijken in hoe ze het doen, hoe ze het presenteren en die hele hoge kwaliteit van het werk te zien en dat ook samen te voegen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Het grappige is, als ik uit de deur stap, zie ik die vier bouwkranen al. Dus het is wel heel bijzonder om zo'n groot project zo vlak om de hoek te hebben.
En heel veel mensen spreken mij er nu op aan, want die weten eigenlijk wel dat ik met het project bezig was. Maar nu het echt zo zichtbaar wordt en mensen straks dat gebouw uit de grond zien komen en ook wel zien dat het op een plek is die ertoe doet, merk je eigenlijk dat je met iets bezig bent waar veel mensen toch wel iets van vinden en in ieder geval in het dagelijks leven ook wel mee te maken krijgen. En het is natuurlijk een belangrijke plek die je aan het invullen bent. Ik vind het een heel mooi contrast. Je zit echt op de rand van de oude stadswijk. En dan gecontrasteerd met dit nieuwe stuk. Dat vind ik gewoon heel mooi. En heel erg leuk hoe die Chinees er bijvoorbeeld weer ingeplant is. Met die, met die prachtige kade waar je kan zitten. En waar het echt een... En zomers wordt er zelfs gezwommen. Hè? Dat is ook heel bijzonder. Ja. Waar heb je dat? Is op de tekentafel. En als je kijkt naar de maquette, dan zie je gewoon een W-kolommetje eronder. Maar als je eronder staat, dan zie je dat het ding 10 meter hoog is. En dan krijg je voor het eerst enigszins een indicatie over de maat en de schaal van dat gebouw. En hoe het zeg maar als past als een handschoen op de hele plek die we hebben. Het is echt millimeterwerk. We gaan vooruit, nog steeds. En dat is een heel goed teken. We zijn boven de grond, dus de eerste bouwactiviteiten boven de grond zijn zichtbaar. Dus dat is niet alleen voor ons, maar zeker ook voor mensen die wat meer op een afstand staan. Is dat leuk? Is er een overeenkomst tussen een zoon krijgen en een gebouw bouwen? Misschien wel. Je begint ergens mee waarvan je nog geen idee hebt van tevoren wat de omvang is. En ik denk dat dat wel een van de overeenkomsten is. En dat begint gaandeweg, begint dat duidelijk te worden voor het gebouw, maar ook voor het hebben en krijgen van een zoon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Bonjour. Morgen. Bonjour. Morgen. Je me conhecia um encarregado que chama-se Sr. Vinhas. Wat er speelt momenteel is dat wij onlangs vernomen hebben van BPD dat er een nieuwe vertraging aan zit te komen op de hele doorlooptijd van het project. Het is het eerste signaal, dus het is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe en wat. Dat is iets wat BPD op dit moment aan het uitzoeken is met hun aannemer. Maar je kan je voorstellen dat de spanningen daardoor een beetje oplopen. Het is een groot en ingewikkeld gebouw. Op een moeilijk bereikbare plek. En de hoeveelheid tijd die we elkaar hebben gegund om dit voor onze klant en voor de stad op tijd klaar te krijgen, die is ontzettend kort. Dus er zit een enorme tijdsdruk op het hele proces. En die spanning die voel je natuurlijk. Ja, ik wilde wel vertellen, maar ik weet niet wat ze weten en niet weten bij Booking. Nee. We lopen heel veel achter. Loopt die nog? Die? Jazeker. Als je globaal gezegd op de planning kijkt, dan hadden we nu ongeveer op de vijfde of de zesde verdieping moeten zijn met de ruwbouw. Als je de stand van de bouw nu ziet, dan zijn we op de eerste verdieping, deels op de tweede verdieping. Vertraging calculeer je nooit in. We hebben alleen met z'n allen hier een heel ambitieuze planning afgesproken. Toen we het hele project gingen tekenen met Booking, ze zeiden van we willen heel graag kijken of het in 3 jaar kan. Nou, dat is altijd het uitgangspunt geweest. Dan moet echt wel alles mee zitten, willen we dat gaan halen. Dus voor dit gebouw is een 36 maanden is heel krap bemeten. Komt ongeveer overeen met het sprinten van een marathon vanaf de eerste meter tot de laatste meter.
De omvang van het project is enorm. De vierkante meters is een enorm groot project. De complexiteit is ongekend. Er ligt natuurlijk gewoon een contract dat dicteert een keiharde planning. Laat ik zo zeggen, alle ruimte die daarin zat, daar durf ik wel van te zeggen dat die eruit is. En misschien wel een beetje meer. Maar het gaat natuurlijk in die end om wie doet er een beetje water bij de wijn. En hoeveel is dat? En dat zou uiteindelijk een beetje in balans moeten zijn, wil je hieruit komen, denk ik. Wij studeren hier allebei aan het consistorium van Amsterdam. Ik studeer doorsluitend. Sander studeert van God. Ja. Nou, in het begin van de bouw waren ze bezig met fundering, ja. Met allemaal heipalen. Er was toen wel, dat trilde het echt door het gebouw heen. Maar we zijn er nu wel aan gewend, zo onderhand, dat er wordt gebouwd. Ach, het gaat door. En eigenlijk is het ook leuk, vind ik, om te zien hoe het vordert. Omdat we naast zitten, hebben we heel goed zicht. Het is wel vermakelijk. Ja, ja, kan zien hoe het gaat. Ja. En het enige wat veel mensen verdriet heeft gedaan, is dat de directe verbinding met de Hannekes Boom, het café dat er aan de overkant zit, is verdwenen. Dat was 3 minuten lopen, dat is nu een kwartier lopen geworden. Wij hebben wel eens een bedrijfsborrel, of zeker in de zomer is dat. En dan moet je nou toch een stukje verder omlopen, die kant op. En ja, dat was niet zo. Bij ons merken we dat de ondernemingen om ons heen tussen de 20% en 50% minder bezoekers hebben. Ja, dat is nogal wat. Er groeit zelfs al gras in de brug. Ja, en nu is het de bouwkranen. Wij merken dat er ontzettend veel mensen zijn die niet snappen dat zo lang deze verbinding eruit ligt. Dat gaat helemaal door naar de oostelijke eilanden en Kattenburg en andere gebruikers van deze route. Ja, dit is een, ik weet niet precies welke groep dit is, maar dit is wel een symbolisering. Nou, het geeft wel wat overlast. Ik vind het aan de andere kant, ik vind het ontwerp vind ik schitterend. Het past ook echt helemaal bij het nieuwe Oosterdokse eiland zoals dat gerealiseerd is de laatste jaren. Ik loop wat vaker het conservatorium binnen om te kijken hoe die bouwwerkzaamheden vorderen. De impact van de bouw op de buurt. De meningen zijn een beetje verdeeld hier. De ene baalt enorm dat die brug weg is. Ja, ik ben een beetje dubbel in. Dit vind ik wel rustig dat het heel stil is. Vind ik prettig, maar nee. Je woont in de stad en de stad moet veranderen en zo'n gebouw hoort in de stad. Het gaat een mooi gebouw worden. Het is enkel een heel moeilijk gebouw om in elkaar te zetten. Want als je een gewoon kantoorpand neemt, ze maken één muur en die dupliceren ze 100 keer en het gebouw is klaar. Hier is elk schroefje, boutje, klokje, dat heeft weer een ander model. Er is hier niks gelijk. Hoeveel kilo is dat? 32. 32.000. Ja. Ik werde hier nog etwas schleifen. Ik heb een paar te klaar. En dat bedraagt me in de rode. Mag het ook? Die is maar vast, die ene zijde. Ja. Dan wel? Ja. Willst du wieder Stahlbau machen, weißt du? Wenn ich eine Arbeit für dich habe, melde ich mich. So, auf Mikrometer. Weißt du? Wat dit project zo ongelooflijk ingewikkeld maakt, zijn de driedimensionale vormen die de architect hier ontworpen heeft. Het is het samenspel tussen schuine kolommen, schuine vlakken, schuine randbalken aan de constructie die het ongelooflijk ingewikkeld maken, gecombineerd natuurlijk met de complexiteit van de uitkraging van de vierde verdieping.
Mijn eerste uitspraak naar de opdrachtgever toe was eigenlijk dat de architect geen enkele gelegenheid niet genomen heeft om het niet nog complexer te maken. Het was een van de vereisten van Booking om dit project binnen een 36-tal maanden bouwtijd te realiseren. Dat zal iets langer worden, een stukje langer zal ongeveer een jaar duren. Wij hebben in overleg die tijdsplanning met elkaar afgestemd en de nieuwe einddatum die wordt eind april 2022. De gevolgen van de vertraging zijn natuurlijk enerzijds dat Booking een jaar later het gebouw zal betrekken. En anderzijds moet er over de bijkomende bouwkosten een oplossing gevonden worden met elkaar. Wij proberen hier niet de schuld naar iemand toe te schuiven. Wij proberen de planning te optimaliseren door steeds verder door te bouwen zo goed en zo snel het kan. En dan een middelijke oplossing te zoeken voor de bijkomende bouwkosten. Want onze kranen die staan hier wel, dus ja, die kosten zijn er. En daar wordt op een open manier met onze bouwheer over gediscussieerd. Ja, daar zou ik niet te veel willen over praten, over de discussie die we nu hebben. Laat ons die eerst maar eens voeren. Ja. Dat komt vast goed. Ja, daar ga ik niks over zeggen. Ik heb namens Tublin hier de eindverantwoordelijkheid. Als dit voor ons financieel of anders niet goed gaat, dan is het mijn kop die mag rollen. Ja, maar je slaapt er goed op? Ik kan nog steeds goed slapen, ja. Ja. Geld speelt altijd een rol. Ja, ja. Juist doordat je gedwongen wordt om op financiële gronden keuzes te maken, dat maakt je scherp en dan heb je de juiste prioriteitstelling. Dus het helpt enorm om de boel te disciplineren. Het maakt gelijk duidelijk, als je aan de beurt bent, dan die prikkel hebben mensen vaak nodig om precies de goede dingen te doen. Ja, zowel in positieve als in negatieve zin. Je hebt binnen het bouwgebeuren heb je de drie radertjes waar je kan aan draaien. Je hebt het wieltje van de kwaliteit, je hebt het wieltje van het budget en het wieltje van de tijd, de planning. En als je aan één van die drie wieltjes draait, dan bewegen die andere twee ook. En niet alleen in jouw deel van het contract, maar ook in het deel van het contract van jouw nevenaannemers of van jouw opdrachtgever. Projectontwikkeling, dat is een procesdiscipline. En juist het beheersbaar maken van het proces is een essentieel onderdeel van ons vak. Binnen Jun Studio zitten we hier met 200 internationale mensen in een bureau die echt trots zijn op het feit dat we hier in deze stad een project mogen maken. Wat ik echt heel erg mooi vind is die stoere kolommen die hier overal door het hele gebouw heen lopen. Dat heeft ook echt met die locatie te maken. Hè? Die industriële, oud haven, robuuste kwaliteiten die je hier vroeger vond, die komen terug in dit gebouw. En dat vonden we wel heel erg belangrijk. Dat je die thema's van die geschiedenis van dat havengebied terug laat komen in het ervaren van het gebouw zelf. Maar ook iets zegt daarmee over hoe powerful deze locatie in het verleden was. Weet je, dit zijn lieve kolommetjes hoor, die doen een heleboel werk. Dat zijn echt de powerhouses van het gebouw. Het wordt straks niet echt een traditioneel kantoorgebouw. Maar het wordt echt een place to be. Het wordt echt een fantastische nieuwe campus van mensen die hier op een hele nieuwe manier met elkaar kunnen werken. Heerlijk, hè, die lucht. Dan ruik je pas echt dat er gebouwd wordt. Dat is echt, vind ik, zalig. Weet je, daar gewoon die bouwlucht. Die studio staat voor het idee van een United Network. We hebben dit in een collaboratie gedaan met de opdrachtgever, de gebruikers. Iedereen die erbij betrokken is, heeft meegedacht over de kwaliteit van dit gebouw. En dat is echt de spirit waar ik in geloof, waarmee je de meest hoogwaardige en meest intelligente gebouwen mee kunt ontwerpen. Ja, tuurlijk, ik ben heel erg trots op het gebouw. Ik vind het echt een van de meest mooie dingen die we op het ogenblik aan het bouwen zijn.
ik bij Booking begon, waren de plannen voor de campus eigenlijk voor het casco grotendeels klaar. En Booking zat midden in de zoektocht om te kijken van hoe kunnen we die campus goed aan laten sluiten bij onze behoeften en bij de beleving van de Booking-medewerker. De vraag die wij eigenlijk kregen als Cyberie is van ja, kunnen jullie meedenken hoe we dat moeten organiseren? En alleen gericht op de fit-out. En dat fit-out is eigenlijk alles wat los in het gebouw erin komt. Dus tapijt, binnenwanden, meubels, vergaderzalen, restaurants, dat soort zaken. Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar leren kennen. Maar je moet ook begrijpen hoe dat gebouw tot stand komt. En in wat voor volgorde dat gebouw tot stand komt. En wat het gebouw moeilijk en complex maakt. En als je ja, eigenlijk die twee werelden hè, van een techbedrijf geen idee wat bouwen inhoudt, krijgt bij de wereld van bouwen, maken en het in elkaar zetten op zo'n kleine postzegel van een gigantisch mooi gebouw. Als je dat bij elkaar kan krijgen, dan zou het moeten gaan vliegen. En dat gebeurt niet altijd. Dat is lastig. Bijvoorbeeld bij de bomen die wij op de tweede verdieping willen plaatsen. Daar komt op de tweede verdieping gewoon een hele grote rij met bomen. En omdat je dat heel vroeg in de bouw moet weten, om het allemaal goed uit te kunnen rekenen, te engineeren en te prefappen, zijn dat dingen die heel belangrijk zijn voor BPD en Sublin om ja, vroegtijdig te weten. Ja, en dat is voor Booking natuurlijk, ja, die boom komt over 3 jaar, dat zien we dan wel. Ja, dan komen wij dus in beeld om met elkaar gefundeerde aannames te doen en te zorgen dat die bomen er wel in komen. Je ziet dat tijd heel erg leidend is in het nemen van besluiten. Er ligt een contract, er moet in 36 maanden gebouwd worden. En de kunst wordt om eigenlijk de vertraging die je nu in de ruwbouw ziet, in de afbouw niet verder op te laten lopen. Wat inlopen, dat gaat er niet worden. De boetebedragen zijn aanzienlijke bedragen, dat aan beide kanten. En dat zijn niet even bedragen die je zomaar naar elkaar over gaat maken. Dat gaat niet gebeuren. Het gaat echt om heel veel geld en heel veel belangen. Ja, dan moet je hem even niet filmen, maar als je discussie over 40 miljoen hebt, dan... Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel. Ik ben bang als je kijkt. Nou, van Nederland zijn 278 mensen. Bij Italië 300 mensen per dag dood. Hier nog niet beginnen. Begrijpen? En er zijn bijna 150 mensen hier. En doorgaan nog die bouw. Terwijl? Ja, maar als je lopen naar boven, iedereen gaat goed. Iedereen naar boven is niet normaal. Maar ik ben zelf morgen niet komen uit te werken. Oké, fijne dag. Je voelt het een beetje, je ziet het niet. Maar je kunt het voelen, hè? Ook aan het gedrag van de mensen voel je een beetje toch iets dat niet grijpbaar is, zeg maar. Maar je voelt toch dat het anders is. Catastrofe. Catastrofe, ja. Because? For the world. For the world. Yeah, are you scared? Ja. Ja, I'm scared. Ja. Ja. Gewoon rustig je gangetje gaan. Je eigen niet gek laten maken, want dat gebeurt wel, hè. De een gaat nog gekker praten dan de ander. Als je op social media kijkt, dan is het allemaal geproduceerd in een laboratorium door de Russen. Het is gewoon een samensmelting van een virus en dat zal nog wel een keer gebeuren. Ja, zoals het nu gaat. Gaat het virus heel langzaam door Nederland heen. En moet het een beetje uitsterven, is de bedoeling. En dan af en toe is iemand. En ja, ik denk dat dat de beste oplossing is. Want je hele land op slot doen.
Je maakt overal scenario's voor, maar deze coronacrisis, daar had niemand een scenario voor. In eerste instantie gaat het altijd dat je bezorgd bent van wat voor impact heeft dat voor je mensen. En heeft dat voor je klant en voor degene die voor je werken. Dus gaat het persoonlijk goed met mensen en gebeuren daar geen dingen die je gewoon in persoonlijke sfeer dat mensen niet meer gezond zijn. Dat is natuurlijk de allereerste zorg. En tot mijn grote opluchting gaat het met een ieder, gaat het goed. Dat is heel bemoedigend om dat gewoon te zien. Ik weet niet of het een life-changing event is of van doorslaggevende betekenis op dit project. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk daar niet. Nou, mijn werkdag ziet er tegenwoordig heel anders uit dan voor corona. Ik start 's ochtends met een ontbijtje met z'n drieën. Wat mij heel erg goed bevalt, in alle rust. En dan kruip ik achter mijn nieuwe werkplek boven. En mijn vrouw die kruipt beneden achter de eettafel. Nou, dan is het videocall in, videocall uit. Ja, Booking moet zichzelf zeker opnieuw definiëren, dan wel bijstellen. Het is ook een beetje kijken hoe het gaat, hè, de komende tijd, want er is ook nog heel veel onzekerheid. Maar één ding is volgens mij wel duidelijk en dat is dat de omzet de komende jaren significant minder zal zijn. Dus dat we het in ieder geval met minder mensen moeten gaan doen. Een van de eerste dingen toen de crisis begon, dat we van Booking hebben gevraagd, zijn jullie goed voor je geld? Natuurlijk hebben we dat gevraagd. Ik bedoel, als het goed gaat met je klant, gaat het toch goed met ons? Je houdt het natuurlijk wel in de gaten, want hoe lang houdt iemand het vol om geen inkomsten te hebben? Ik bedoel, dat geldt voor klein en voor groot. Gaat Booking het bolwerk? Ja, ik kan alleen maar afgaan op de interne boodschap en dat is ja. Absoluut niet ter sprake dat Booking het niet gaat overleven. Maar hoe en in welke vorm en in welke omvang, dat zal de komende jaren moeten blijken. De anderhalve meter samenleving waarover wordt gesproken. Als je een kantoor hebt waar ontmoeten het design uitgangspunt is. Ja, hoe gaat dat in de toekomst voor het kantoor lopen? Dat zijn de echte grote vragen natuurlijk. Waarom gaan wij straks nog naar kantoor? En als we die nood gekraakt hebben, dan kunnen we ook kijken of die campus daar nog op aansluit. De grote hobbel die we genomen hebben is een vrij intensieve discussie met Booking over hoe we dat hele inbouwpakket gaan integreren in onze immer uitdagende planning. We hebben een aantal stevige gesprekken over gevoerd en daar zijn we vooralsnog goed uitgekomen. Dus dat is wel belangrijk dat je daar toch in moeilijke tijden elkaar weet vast te houden en de kracht van de samenwerking zoekt. Vandaag zijn we woensdag 5 augustus 2020. Dit is een groot project en hier is niks normaal. Alles wat je aanraakt is sowieso bijna 100.000 euro. Als je de plinten in het gebouw zou vergeten rekenen zijn, dan ben je 2 ton kwijt. We hebben nu voor het hoofdgebouw de ruwbouw klaar. Vandaar dat een aantal van die bouwkranen kunnen verdwijnen. We hebben die met die hiek die schuin omhoog staat, dat zijn de duurste kranen, die kosten ongeveer 40.000 euro per maand plus machinist. Dus dan zit je ergens op een kostenplaatje van dik 50.000 euro per maand. Vandaar dus dat het opgekeken wordt dat die op tijd en stond ook terug afgebouwd kunnen worden. Daar staan wij over 2 jaar. Laten we er even uitgaan, 2,5 jaar als die campus open is. En hoe wij het zien vanuit het team campus is dat er een hele mooie opportunity ligt om
op het moment dat de toekomst van Booking weer wat beter in beeld komt en er weer groei ontstaat in de reiswereld. Dat het moment dat de campus klaar is misschien wel een heel mooi feestelijk moment kan zijn om een nieuwe toekomst te vieren met elkaar. In het nieuwe clubhuis noem ik het dan maar even. Dus ik hoop een beetje dat daar een soort momentum ontstaat, dat we weer iets moois kunnen vieren. Het is heel belangrijk om op zo'n langdurig project de sfeer in de groep positief te houden. Dus af en toe moet je iets vieren. Je moet een viermoment hebben. En daarvoor hadden we nu een kleine barbecue georganiseerd, omdat wij eigenlijk met het hoofdgebouw klaar waren. Dan zullen ook een deel van de Portugezen hier afscheid nemen. En dat was een mooie blijk van erkenning, ook in zaken alle andere mensen die in de coronatijden die we nu achter de rug hebben doorgewerkt. Mijn lol is dat de mensen die dit werk voor ons doen er lol in hebben. Dat ze, hoewel ze de uitdaging gewoon zien, en het project duurt natuurlijk ontzettend lang, het is echt wel, soms heeft het elementen van een uitputtingsslag, maar dat je dingen met elkaar ziet waar je gewoon blij van wordt. De lol is er ook als straks een heel moeilijk gedeelte van de gevel dicht zit en iedereen denkt van god, dat hebben we toch weer mooi gefixt met elkaar. En dan zie je deels de opluchting, maar ook het vakmanschap, maar ook de vreugde die dat brengt. Van mij hartelijk welkom hier. We staan hier aan de vooravond van een nieuwe fase in dit project. We hebben een aantal onderscheiden fasen. We zijn begonnen met de ruwbouw. De volgende fase waar we nu volop mee bezig zijn is het wind- en waterdicht maken. En dat is dan de stap naar de tweede fase, de afbouw. Maar daarmee stopt het niet. Daarna komt er nog een inbouwpakket van Booking dat wij moesten integreren in een lopend proces qua ruwbouw. In een gelopend proces qua ontwerp afbouw, om dat in elkaar te schuiven. Hell of a job. We zijn nu zover om dit succesvol te laten verlopen. En op die manier moeten we klaar zijn om de fit-out te gaan integreren als derde stap in dit proces. Ik dank jullie alvast voor jullie aanwezigheid en ik geef het woord aan Bob, denk ik. Om... Met nog 2 jaar op de klok. Kijk ik bijzonder uit naar de ingebruikname van dit pand en alles wat we op papier zo mooi hebben bedacht om dat dan in werkelijkheid te zien. Dus dank voor zover. Studio is de architect van het hoofdkantoor en we hebben een masterplan gemaakt, een esthetische briefing voor het hele interieur van het hele kantoor. En wat we vervolgens gedaan hebben, is we hebben het gebouw opgesplitst in verschillende deelgebieden. En die deelgebieden die hebben wij dan weer verstrekt aan andere interieurontwerpers. En die begeleiden wij, die beoordelen wij en met hen samen werken we aan het interieur. De kick van dit project is de diversiteit.
binnen dit project. Niet alleen de mensen die werken bij Booking, maar ook nou ja, alles wat we hier maken. En dat hebben we vandaag ook weer gezien met alle meubels die hier gemaakt worden. Geen enkel object is hetzelfde. En alles is weer uniek. En elke hoek en elke verdieping is anders. Dus dat is echt uniek voor het project van Booking. Kijk, allereerst hebben we het pand geanalyseerd. En gewoon gekeken van wat zijn de kwaliteiten van het hoofdkantoor. Vervolgens hebben we daar areas aan toegewezen en gezegd, oké, wat zijn de ideale locaties voor de verschillende restaurants, voor de werkgebieden, voor de breakouts. En vervolgens hebben we per gebied hebben we daar een identiteit aan gegeven, testfits gemaakt. En dat hebben we als briefing gebruikt naar de verschillende designers. Dus alle designers zijn al op pad gestuurd met een gedeelde visie. En vervolgens krijgen we uit verschillende landen en van verschillende ontwerpers krijgen wij die designs binnen. En wij kijken weer vervolgens of al die ontwerpen bij elkaar aansluiten en passen bij de totaalvisie van het hele pand. En dat zorgt voor heel veel diversiteit in het hele pand. Enorme rijke beleving aan architectuur en interieur. Maar daarnaast zorgen we ook voor dat het één coherent beeld wordt in het hele pand. Het is moeilijk, maar wij denken dat het heel erg goed gaat. Met name ook omdat de architectuur zo sterk is. Zien we de architectuur ook al heel sterk als een soort verbindende factor. Dat is één. Andere punt is dat je ontzettend veel transparantie hebt naar de stad. Dus Amsterdam zelf. Het uitzicht naar Amsterdam is ook een soort verbindende factor in het interieur. Ja, dus het laatste stukje vloer. Ik heb de 12e verdieping. Eigenlijk kan je zeggen dat het hele gebouw met de hand gevlocht is. Ik denk dan de miljoenen uren in zitten. Handarbeid. Als wij ons werk niet zouden doen, zouden we alles op de grond leggen. Dan ging je echt de lucht niet in. Dit is de laatste concrete voor de jungle. En CC Portugees. Because we werken together. The United World. BPD is een gebiedsontwikkelaar en wij doen op veel plekken in het land doen wij heel verschillende dingen. Waar we eigenlijk groot in zijn geworden en wat we steeds doen, is dat we veel woningen maken in het betaalbare segment. Dus het middeldure huursegment. Hier in het gebied hebben we niet alleen woningen zoals deze gemaakt, die echt in het hogere prijssegment zitten. Maar we hebben ook in het gebied middeldure huurwoningen gemaakt en sociale huurwoningen. Die zitten wat eerder in de eerdere fases. Dus je ziet hier dat we ook qua doelgroepen en qua prijzen hier het hele spectrum bedienen, wat we ook in alle onze andere projecten doen. En het gaat er niet om het grootste en het mooiste en het ingewikkeldste project met elkaar te maken. Het gaat erom dat je een stuk stad maakt wat 100 jaar mee kan en waar mensen zich thuis voelen en waar mensen het fijn vinden om te zijn, om te wonen, om te werken of gewoon om een rondje te lopen. Daar gaat het ons om. Wij doen dus de buitengegeven van het gebouw, vanaf de bananengrond tot de hoogste verdieping. Soms vind ik een beetje te ingewikkeld, maar uiteindelijk kan je zien dat het toch wel kan. Dus dat maakt het ook zo'n prachtig gebouw. Dat al die ideeën uiteindelijk toch nog bij elkaar komen. Ik denk dat als mensen gaan naar de hele oostgevel kijken en dan zien de geometrie met al die zigzags, ik denk dat het is goed om te weten wat de intentie van de architect is geweest. Want we hebben water, het ei daar. En de intentie van de architect was om de golven van het water in het gebouw te reflecteren. En dat is de reden dat deze oostgevel allemaal zigzag vorm heeft. En uiteindelijk heeft hij min of meer gekregen. Het is groter en spectaculairder dan ik eigenlijk had verwacht. Maar daarnaast ook hoe het eigenlijk meedoet op het eiland. En ondanks dat het zo gigantisch is, dat het toch nog een soort van wel past in zijn omgeving. Ik word er wel blij van. Ja. Ja. Dus er is intern veel meer aandacht voor. En dat komt natuurlijk omdat die opleverdatum dichterbij komt. Onlangs hebben we de All Hands hier opgenomen. Een onderdeel van die All Hands is de Q&A. Dus dan worden aan de diverse HR-mensen worden vragen gesteld vanuit de medewerker. Wat je ziet, er waren wat beelden geschoten ook in die All Hands, gewoon over het gebouw. En de reacties die gaan eigenlijk alleen maar daarover. En het enthousiasme wat je daarin in terugleest, dat is zeker als je daar zoals ik dagelijks bij betrokken ben, dan is dat heel fijn om te horen.
Dus ja, voor mij persoonlijk superleuk om, om te zien. Ik ben Pauline Kedden. Ik ben senior projectmanager voor Booking Campus namens CBRE. We hebben hier een tijd geleden rondgelopen om te kijken hoe de lichtcondities in het gebouw zijn. Omdat de bomen en de beplanting die in het gebouw geplaatst worden, hebben bepaalde lichtcondities nodig, maar ook lichturen om te kunnen groeien. Als we dat zonder verlichting zouden doen, zouden de bomen die we hier plaatsen niet levensvatbaar zijn. En dat betekent dus dat een aantal uur per dag extra kunstlicht toegevoegd moet worden, zodat de bomen voor langere perioden in dit mooie pand kunnen staan. Afgelopen september zijn we gestart met de afbouw en je kunt nu ook zien dat delen in het gebouw echt op een kantoor beginnen te lijken. En wij zijn nu ook al aan het nadenken over de hele commissioning, dat wil zeggen het testen van het gebouw en de installaties en de hele oplevering. Dus het einde is in zicht. Nou ja, we hebben de Pyreneeën gehad. We krijgen de Alpen nog. Dus, nog de uitsluitende tijdrit, die zal alles beslissen. Die Alpe d'Huez die vindt iedereen interessant, maar is helemaal niet zo moeilijk. Die kan zelfs ik fietsen. Het gaat erom als je de drie achter elkaar hebt en dan nog een afdaling. Als je dan de finish haalt, dan doe je het goed. Het is fantastisch, Dekker! Fantastisch! Wat zet je dat zootje fantastisch in hun hemd. Booking.com die bedenkt dit en die zegt tegen de ploegleider, organiseer het maar. Zorg maar dat je het Tour de France bent. Dit is een beetje mijn lijfstruk. Die mooi wil zijn, moet pijn leiden. En ik hoor jullie denken, je hebt heel veel pijn geleden. Maar dat is het natuurlijk wel, als je iets bijzonders wil maken. Ja, slecht nieuws voor iedereen die dat wil, maar je zal keihard moeten werken. Hard moeten werken, veel moeten werken. En aan de andere kant kost het ook altijd iets. Conclusie van mijn verhaal. Dit is en blijft gewoon een hele klus. Mijn broertje kreeg een kamer en mijn zusjes kregen een kamer. En ik heb ook nog een bureautje dan onder mijn bed en dat vind ik leuk. We wonen nu in een huurhuis. Maar toen we dit eenmaal hadden meegemaakt en die sfeer hadden gevoeld van het appartement, toen dachten we, nou, dit willen we gewoon gaan proberen. Kijken of het voor ons is weggelegd. Absoluut. En vanaf die love at the first sight, ik herinner het was toen die coronatijd. En ik denk, 3-4 keer per week, ik kwam hier, precies hier, hardlopen met die kinderen. Er was niemand bij, er was niks. En wij keken naar die appartementen en wij vertellen gewoon verhalen. Wat gebeurt als wij ooit daar gaan wonen? Wij zijn ondernemers, hebben nog nooit een huis gekocht. Maar je moet van elke onderneming die je hebt, hele dossier aan papieren aanleveren. Ja, 4 maanden geduurd. En in de tussentijd, ik herinner precies een moment. Wij zaten in Ibiza, 10 uur 's ochtends. En wij hadden een e-mail voorbereid voor die makelaar. Klaar om te sturen. Hey, sorry, maar het lukte niet met de financiering. 10 seconden misschien voor wij de e-mail naar die makelaar sturen, krijgen we een andere e-mail binnen. Van een bank die zegt, ik zie een mogelijkheid voor jullie. En dus wij waren back in the game. En eigenlijk, gisteren hebben wij die geld aan de notaris gestuurd. Dus het is gelukt. Ja, nu is het helemaal in de pocket inderdaad. Ja, precies. Het wordt nu wel spannend. In die zin dat de sleutels worden aan Booking overhandigd. Symbolisch op 1 mei 2020. 22, dus we hebben nog 8 maanden voor ons om de laatste fases hier van het project te voleindigen. We zijn hier met elkaar om ervoor te zorgen dat het bouwteam
en het exploitatieteam, dat dat één campusteam wordt. Want samen staan we aan de lat voor first day of business, zoals we dat noemen, waarin die medewerker het gevoel krijgt dat hij en een fantastisch gebouw binnenloopt en dat alle services die daarbij horen, dat dat allemaal gewoon top is. We gaan een hele leuke tijd in. We zijn echt met de puntjes op de i bezig. Ondertussen lopen wij op dit moment heel veel vooropnames. En vooropnames zijn eigenlijk de opmaat naar de finale oplevering. Op dat moment krijgen wij de sleutel van BPD en gaan wij dat gebouw in gebruik nemen. En daar hebben we tijd voor nodig. Want je krijgt maar één keer de kans om dat gebouw goed open te doen. En het belangrijkste vind ik eigenlijk, we hebben een hele bijzondere architectuur, een hele bijzondere locatie. En als je daar niet goed een goed team in zet, wat een goede sfeer en vibe uitstraalt en echt 100% klaar staat, dan kan je nog zo'n mooi gebouw neerzetten, maar die beleving is ruk op de eerste dag. En je wil juist dat die boekingmedewerker op de eerste dag, het eerste moment dat hij daar echt mag gaan werken, dat hij dat wauwgevoel heeft, wat wij ook hadden toen de torenkraan stond of toen die brug in het atrium gehangen werd. Dat moment gun je ook een boekingmedewerker en je wil dat het daarna op niveau blijft en verbetert. Dit gebouw is een dame. Het is een prachtig gebouw geworden en al haar pracht en praal mag je dit zeker zelfs een jonge deerne noemen in het oude Amsterdam. Ja. Dat is wel het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Eindgoed Algoed is altijd een hele mooie droom. Ik hoop dat die hier werkelijkheid gaat worden. We zijn volop bezig met het gebouw over te dragen aan de finale gebruiker. En ik hoop eind september met een blanco opleverlijst het gebouw te kunnen opdragen. En daarvoor dan in return een beetje beloond te worden. Zodanig dat we ook een blanco claimlijst hebben op dat ogenblik. En dan is het eindgoed al goed. Ik ga zeker nog een reis boeken met Booking. Hè? En als ik dan hier het contractje mag komen onderschrijven, dan vind ik dat superleuk. Nou, ik zie voor het eerst nu dat het overstek volledig vrij staat. Dus dan kan je voor het eerst ook zien wat voor spectaculair moment het is. In de zin van een overstek van 35 meter. Nou, dat zie je niet zo vaak in de bouw. Maar ik vind het wel echt een van de mooiste momenten is van het hele gebouw. Als je er rondomheen loopt, vind ik. Er zitten heel veel ambities in het gebouw, maar het zijn maar drie grote ambities die het gebouw sterk maken. Het mens georiënteerde. Tweede is de organisatie van het gebouw is uniek en simpel tegelijkertijd. En drie materialen, beton, hout en staal. Het menselijk vind ik eigenlijk misschien het allerbelangrijkste. Daarom noem ik dat als punt nummer één. Het is tegenwoordig zo belangrijk als het gaat over bijvoorbeeld de toekomst van werken. Dat je het hebt over innovatie, dat je stimuleert dat mensen makkelijk de trap nemen, dat ze veel rondlopen, dat ze elkaar kunnen zien. Innovatie stimuleert, hè? Dus dat je ervoor zorgt dat je ook hier graag komt en terugkomt ook. Want je wil een gebouw hebben waar je echt met plezier blijft en verblijft. Dus dat vond ik het allerbelangrijkste, dat mensen georiënteerde. Dat is echt niet alleen maar werken met de menselijke schaal alleen, maar ook echt je verdiepen in de toekomst van werken. Het is mei, dat is tot november nog 5 maanden. Dus dat is vlak voor oplevering. Nou, dat betekent altijd een bijzondere fase van het project, waarbij het einde in zicht is, maar er ook tegelijkertijd nog heel veel moet gebeuren. En de druk ook nog wel oploopt. Nu de naam op de gevel staat, dan wordt het wel echt, hè? Ik heb geloof ik wel eens eerder die vergelijking getrokken met de geboorte van mijn zoon. Nou, die geef je op een gegeven moment ook een naam en dan wordt het echt.
dat is met dit gebouw ook wel een beetje zo. Dat is niet alleen bij mij, maar dat is bij onze medewerkers ook. Nu gaat het echt leven. We krijgen de sleutel uiterlijk op 1 november dit jaar. Nou, wat ik zou willen vertellen over hoe uniek dit gebouw is en hoe we dit hebben ontworpen, dat is niet zozeer dat de main focus was duurzaamheid of de main focus was het meest smarte gebouw wat er bestaat. Het is eigenlijk meer het gebouw wat de basis heeft en de flexibiliteit in zich heeft op al die facetten, dus wel op duurzaamheid, smart, en om vanaf dag 1 zich te kunnen aanpassen aan de toekomst. En dat zit eigenlijk in het hele gebouw verweven. Dat maakt het gebouw wel uniek. Ja. Ja, wat krijgt de medewerker straks concreet als hij hier binnenkomt? Nou, dat is natuurlijk een hele interessante tijd ook op dat gebied. Voor COVID had iedereen zijn eigen werkplek. En tijdens COVID zijn we een hele transitie ingegaan om te kijken van hoe ziet nou die toekomst van het werken eruit. En dat zal een veel meer hybride werkvorm zijn. En als je dan kijkt naar wat dit gebouw straks allemaal te bieden heeft, denk ik eigenlijk persoonlijk dat het nog veel beter aansluit op die hybride werkvorm, waarbij het op kantoor ook nog meer zal gaan over interactieplekken waar je een brainstorm kan houden. Juist het proeven van die vibe, die cultuur. Daar leent dit gebouw zich denk ik nog veel beter voor dan SEC, die werkplek. Wat dit gebouw voor ons ook uniek maakt, is daarnaast dat het gewoon heel goed past. En dat zit er met name ook in dat interieur. Heel goed past bij Booking. Wij sluiten straks af met BPD inderdaad. En terugkijkend op de diverse allonge-trajecten. Dat zijn dus feitelijk de wijzigingen op de basis Turnkey-overeenkomst die in 2016 bedacht is. En de spanningen die al die momenten met zich meebrachten, hebben wij vorig jaar allonge 5 afgerond met elkaar. Nou, en daarmee hebben we eigenlijk, was het één blanco canvas. We wilden in die allonge alle issues die we met elkaar hadden, wilden we aftikken. Dat is gelukt. En dat merk je in het proces nu. Nu is de focus op, hoe komen we met elkaar zo goed mogelijk tot die eindstreep. En so far, dat gaat hartstikke goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 1 november tot een goed einde brengen. Of ik een ankerpunt heb in de toekomst? Ik denk dat ik er meerdere heb. De eerste is gewoon die oplevering van BPD aan ons. Ik vind het een fantastische milestone die we dan met elkaar hebben bereikt. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Het tweede is eigenlijk daaraan gekoppeld, dan gaan wij hier met een klein teampje, mogen wij hier al gaan zitten. Omdat we het gebouw gaan voorbereiden op de first day of business. Ja, en ik ben gewoon heel benieuwd, maar dat zal iets zijn van de komende jaren, hoe dit gebouw gebruikt gaat worden. Dus dat is niet één moment, maar het gaat zich pas echt bewijzen in de komende jaren natuurlijk. Ja, het gat is gevuld, laten we dat maar zeggen. En het is gelukt. Het sluitstuk zal straks moeten komen als er ooit nog eens een keer een brug wordt gebouwd die Amsterdam-Noord met de rest van de stad verbindt. Dat de stad erin geslaagd is en daar is dit een heel belangrijk project is om de stad terug te brengen naar het IJ. En die 20, 25 jaar dat al die projecten hier langs het IJ tot volle wasdom zijn gekomen, dat betaalt zich nu uit, want je hebt een prachtig stuk stad erbij. Elk project vraagt om een unieke aanpak, dus we kijken dan wat is nodig om dit te doen. En dat kunnen organiseren, dat is nou exact de kernkwaliteit van BPD. Wat ik heb geleerd is dat lol blijven houden in het werk en je enthousiasme overbrengen aan het team, dat het nog belangrijker is dan ik van tevoren dacht om dit soort klussen met elkaar te klaren. Kijk, het blijft gewoon werk en het was wel een heel bijzondere klus en ook een langdurige klus. Maar ik ben gelukkig ook alweer met andere dingen bezig om vooruit te kijken. Want we zijn natuurlijk een prachtig bedrijf en we hebben overal in het land prachtige uitdagende klussen, ook op het gebied waar meerdere functies samenkomen. Dus dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind om in de toekomst te blijven doen. Gemopperd wordt er altijd, hè? Ik mopper ook. Dat is een beetje de Amsterdamse aard, toch? Ik heb ook bijvoorbeeld gehoord dat die drijver, die Chinees, die lag eerst een stukje verder. En toen is hij verplaatst. En toen klaagde die juppen hier dat het hun uitzicht bedierf, weet je wel. Het is echt, er wordt altijd wel geklaagd. Maar voor dit hele project geef ik de gemeente Amsterdam een dikke 9. Mijn vader is het restaurant begonnen met 1984. Ja, 30 jaar geleden was het gewoon een plek waar je gewoon echt niet graag zou willen komen. Ik was nog een klein jongen, maar ik was hier niet graag in mijn eentje op straat.
Er werd echt gedeeld, er werd ook getippeld. Ja, nu is het gewoon een prachtige plek. Supermooie bedrijven die hier zijn gekomen. Booking die dan binnenkort gaat komen. Het is een prachtige plek geworden. Ik ben gewoon 4 keer over de brug heen en weer gegaan. Hij is wel open. Dus ik heb allemaal personeelsleden fotootjes gestuurd van jongens, ik sta midden op de brug. En dus wat dat betreft heel fijn dat hij in gebruik is. Echt de hele omgeving maakt gebruik van deze brug. Dus je ziet een hoop stromen richting het marineterrein gaan. Daar hoor je blije geluiden over dat die brug er is. Je ziet mensen richting de Zouthaven gaan. We hebben al positieve berichten uit zeg maar, de eilanden hierachter bij de Kadijken. En iedereen heeft het zomaar ontdekt dat hij open was en is ontzettend blij natuurlijk dat overheerst. Ja, dat is fijn, want ik moest hier altijd helemaal terug en ik moest helemaal omrijden. En dit is natuurlijk een fantastische plek om in ieder geval om wat oudere mensen te laten zien hier in Amsterdam. Ja, ons kantoor zit op het marineterrein. Vandaag kreeg iedereen een berichtje, de brug is weer open. Dus voor ons heel fijn. Dus nee, ja, ik ben heel blij. Het scheelt een hele hoop lopen inderdaad. Nee, lekker. Het is fijn dat je weer eventjes lekker hier langs kan lopen, langs het water. Verfrissend tijdens de lunchbreak. Na het eten ga ik altijd nog even wat doen. En toen dacht ik, ja hoor, ik ga over de brug lopen. En ook gelijk daar weer terug. En vanochtend fietste ik fout, de oude route. Nu kom ik terug van mijn werk. En toen dacht ik, ik moet opletten. Ik moet de goede route nemen. Dus het zit er alweer in. Nou, we zijn natuurlijk bijna klaar met het gebouw. En kijk, als het gebouw echt af is, dan is het niet meer van mij. Dan wordt het van de gebruikers, maar ook van de stad. Hè? Het is een van de meest publieke gebouwen die ik maar kunt maken op zo'n belangrijke locatie. Zo dicht bij de binnenstad, bij het station. Bij de manier waarop je straks met de trein de stad binnenrijdt. Echt 10.000 mensen per dag kunnen dat gebouw straks zien. Dus waarom zou het van mij zijn? Het is straks van anderen.